mijn leerschool om onafhankelijk te denken en om creatief te blijven en kritisch te blijven op alles wat op je afkomt. Dat heb ik allemaal hier geleerd. Nou, ik denk iedereen kon wel gewoon zijn wie hij wilde zijn. Je kon gewoon helemaal zijn wie je was, dat vond ik echt heel erg leuk. Je kon een beetje rebels zijn of zo. Er waren niet superveel regels. Ik heb het enorm naar mijn zin gehad in ieder geval. 8:30 begon de les. De leerlingen waren er al om 8:15, want die wisten, dan mochten ze de zaal in. En die vrijheid hadden ze om dat te doen. Je kon ze iets overlaten. En dat werd ook gestimuleerd. Ja, en ik had het idee dat je docenten waren geïnteresseerd in je. Je mening mocht er zijn als leerling. En we hadden bijna een vriendschappelijke sfeer met de leerlingen. Ik was leerling. Dat was mijn leerling. Dat was mijn favoriete onderwijsres voor het vak Engels. Maar het feit dat je hier elke keer weer, dat de lustra die ik hier meemaak, weer oude klasgenoten zie. En als het 1 keer per 5 jaar dat ik elkaar zie, toch het gevoel geeft dat je elkaar al heel lang kent. En dat ken je elkaar ook. Dus het is een hele bijzondere school. En het is altijd mooi weer. En dat maakt het ook leuk. Hier op deze school kon je excelleren door cultureel dingen te kunnen doen, goede cijfers te halen of goed te zijn in sport. Dus er waren 3 pijlers. Fantastisch. En ik pak een tas en ook mijn jas. Rotterdam, ik ben weer thuis. Ik ben terug in Rotterdam. Ik ben terug in Rotterdam. Ik ben terug, zo terug in Rotterdam. Rotterdam. Zo ver, zo ver.